op deze video hebt gekeken. Ik ben Gesinde. Ik ben net wakker en ik ben net opgestaan. Ik ga alvast naar beneden toe om te eten. En ik heb me nu dus ook even klaargemaakt om naar beneden te gaan. En dan ga ik ook lekker eten. Ik ben weer thuis. Ik heb me omgekleed. Ik heb eigenlijk de hele dag een beetje werk gehangen. Ik heb aan school gewerkt. Ik heb geëdit. Ik heb van alles gedaan. Maar ik ben daar altijd een beetje productiever dan dat ik hier ben. En ik dacht nu, zeg maar, letterlijk mijn mondkapje te hebben gevonden. Dit is een ander mondkapje. Ik ben mijn mondkapje namelijk kwijt. Ik ben ook de hele dag niet op pad geweest met dit ding. Dit ding zit allemaal pasjes in. Ook mijn idee. Dus als de politie me had aangehouden, ja, dan had ik een groot probleem gehad. Maar vervolgens ben ik naar huis gegaan. Heb ik hier thuis gegeten, maar we hadden bezoek. Dus ik kon niet per specifiek echt filmen. Maar we hebben beneden dus nog even gezeten met kennissen. Daar hebben we nog een gezellige avond mee gehad. En nu is het dus 9:50. En nu ga ik lekker slapen. Ik heb net mijn extra video geüpload. Ik word helemaal piep van. Want hij had hem opgeslagen als concept. Ik ben misschien weer terug uit aan het doen daarom. Maar hij had hem opgeslagen als concept. En niet geüpload again. Dus ik had beloofd om 5 uur online te hebben. Jammer. Nou, deze sokken zijn er vervangen toe. Oké. Ik dacht, waarom is de vloer opeens zo koud? Ik kan morgen uitslapen. Ik heb geen specifieke tijd dat ik terug op mijn kamer moet zijn. Ik heb met mijn huisgenoot wel afgesproken dat ik ongeveer rond etenstijd er wel ben. Of in ieder geval voor etenstijd. Dus ik ga denk rond een uur of... Nee... Rond een uur of 1 denk ik. 1:30, 2 zoiets. Vertrek ik en dan ben ik rond etenstijd ongeveer daar. Dat is helemaal prima. Maar dan moeten ze wel een beetje boodschappen doen, want dat heb ik niet gedaan. Wat ik jullie ook niet heb verteld. Want ja, ik vlog nu pas. Ik heb weer een domme gezinde actie uitgevoerd. Ik ging namelijk naar huis rond een uur of 6:15 ongeveer. Vanuit Rekening terug naar hier. En ik dacht alle spullen te hebben gepakt. Niet dus. Ik had gewoon natuurlijk mijn sieraden nog laten liggen en alles. Dus ik ben halverwege onderweg naar huis en dacht, ja, ik kan echt niet meer teruglopen. Want ja, hè? Wij gingen thuis eten. Hun gingen ook eten. Dus dacht ik, ja, ik ga wel later. Maar ik had wel even gebeld. Zo van, ja, joh, ik ben spullen vergeten. Dus hou er even rekening mee dat ik straks weer terugkom. Dus ik net nog heel even op en neer. Daar nog heel even gehangen voor een kwartiertje of zo. Ieder moment dat ik met Rick ben, moet ik even koesteren op dit moment. Aangezien het niet zo heel vaak is. Het is wel een beetje wennen hoor. Ik wil ook niet zeikerig overkomen of zo, maar ik heb dus nu ruim 2 jaar met Rick. En nu sinds september? Ja, sinds september woon ik dus op kamers. Officieel echt. Ben ik daar zeg maar echt 5 dagen in de week bijna. En het is wel even moeilijk of zo. Ik weet dat ik het al vertelde zo. Maar als je elkaar van tevoren gewoon bijna de deur plat loopt. En vervolgens zie je elkaar alleen nog maar in de weekenden. Ik ben zelf niet echt gemaakt voor lange afstandsrelaties. Nu zie ik dit niet per se als een lange afstandsrelatie, want ik ben gewoon in de weekenden hier. Maar dat betekent dus ook dat ik gewoon letterlijk bijna elk moment van het weekend die mogelijk is, daar ben. En dat vinden ze ook helemaal prima en zo. Ik kreeg zelf vorige week, toen ik dus moest wachten op mijn uitslag voor mijn coronatest, een appje. Ja, en ik hoop dat je negatief bent, want dan kan je hier weer binnenkomen lopen en dat is super gezellig en zo. Dus top. Echt. Dus de meeste mensen hebben altijd een hekel aan schoonfamilie en schoonouders en vooral schoonmoeders, zeg maar. Ik snap dat helemaal niet. In alle relaties, en ik zeg niet dat ik er heel veel heb gehad, maar in de relaties die ik heb gehad, heb ik alleen maar leuke schoonmoeders gehad. Schoonvaders trouwens ook, maar ja. Het wordt meestal gezegd over schoonmoeders dat die vervelend zijn. Nee hoor, ik ken dat probleem niet. Dus, maar dat wilde ik gewoon heel even vertellen. Ik ga het nu omkleden. Ik hoop dat je genoten hebt van de vlog van vandaag. Is dat zo? Dan moet je het heel even met een blauw duimpje omhoog. Druk heel even op de rode knop hier beneden en druk heel even op het belletje.
om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog.